debat in de open lucht, met honderden belangstellenden zittend in een kring om de sprekers heen. Op een pleintje tussen de gebouwen van de Universiteit van Amsterdam leken de jaren 60 gisteravond voor even te zijn teruggekeerd. Aanvankelijk was het de bedoeling te debatteren over vrijheid van meningsuiting in het Crea Theater, maar dat bleek te klein. Ja, Ayaan Hirsi Ali had groot gelijk dat ze de clitorisbesnijding aan de orde stelde. Ik ben ooit met een gesluierde vrouw op televisie gekomen en ben bij diverse politici langs gegaan en heb gezegd, ik heb haar laten besnijden, daar worden ze rustig van. En ik heb toen ook gepleit om clitorisbesnijding in het ziekenfonds op te nemen, omdat er maar hele nare ongelukken mee gebeuren anders. Ik denk dat meneer gelijk heeft als hij zegt dat het niet strikt islamitisch is. Ook koptische christenen in Egypte doen het bijvoorbeeld. Het is een Afrikaans gebruik, zou je kunnen zeggen. Dat neemt niet weg dat Ayaan het volste recht had om dat probleem aan de orde te stellen. Wat mij opviel, ik heb geen mening van haar, maar wat mij opviel is dat... Nee, dat is heel raar. ik word ook enorm winnen. Wat mij opviel was dat filmpje vertoond in Zomergasten, dat het de dagen daarna voornamelijk ging over mag deze vrijheid van kunst of meningsuiting of hoe je het ook wil noemen. En het ging eigenlijk totaal niet over waar het over zou moeten gaan. Dus was het nou, en dat is dus de vraag, is het dan wel zo effectief om het op die manier te doen? Het ging alleen over de vorm. Ik heb daar een tweeledig antwoord op. Ayaan is bedolven onder bijval van islamitische vrouwen, die vaak bang zijn om te reageren, maar die dat wel gedaan hebben. En ten tweede, de BBC is erin geïnteresseerd. Het gaat in Amerika, denk ik, uitgezonden worden. Wie zijn jullie eigenlijk om te zeggen dat zij niet effectief geweest is? Ze is niet alleen moedig geweest, ze heeft ook een punt op de agenda gezet. Ayaan is opgestaan en heeft de positie van de geknechte islamitische vrouw aan de orde gesteld. En ik denk dat ze ieders morele steun daarbij kan gebruiken en ook verdient. Dus het is onzin om te zeggen dat het niet effectief is. Een hele geloofsgroep stigmatiseren, daar help je die vrouwen niet mee. Want die moeten nu een keuze maken. Lopen we achter die man aan die me mishandelt in naam van de islam? Of lopen we achter Theo van Gogh of Ayaan Hirsi Ali aan die mijn geloof beleden? En jammer genoeg kiezen ze dan voor het eerste. Het onderdrukken van vrouwen aan de orde stellen is toch niet het beledigen van een geloof? Als ik de oprechte islamieten mag geloven, is de Koran toch niet bedoeld om vrouwen te onderdrukken? Of zie ik dat nou verkeerd? Zeer zeker, goed gezien. Dus, alleen door... Dus? Tuurlijk, ze maken een goed punt, geef ik aan. Terecht punt dat er uit naam van de islam verkeerde dingen gebeuren. Alleen om daarnaast te beginnen over dat de profeet pervers is, noem maar op. Ze heeft letterlijk, Mag ik even uitpraten? Met ogen van nu is de profeet een perverse tiran. Heeft ze volstrekt gelijk. Daarmee beledig je dus een hele hoop islamitische mensen die heilig geloven in hun profeet en in de godwezen geloven. Als je dat doet, dan bereiken ze toch nooit meer met elk ander ding wat je zegt tegen ze. Maar wat is dat opeens een suprematie van de tactiek als het gaat om de inhoud? Je kan niet anders zeggen met ogen van nu dat die meneer een paar eigenaardigheden had. Maar is dat effectief? Maar dat vraag ik. De vraag is niet of het effectief is. Natuurlijk wel, want je wil die vrouwen toch helpen? Maar dat gebeurt toch? Dat gebeurt niet nu. Maar dat gebeurt toch niet? Er wordt toch islamitische vrouwen nu? Ze wordt toch al... Wat zeg je? Ja, waar zijn de islamitische vrouwen? Die lopen niet in Polonaise achter Ayaan Hirsi Ali. Toch, als er geen boodschapper is die het probleem bespreekbaar maakt, dan zal er nooit wat gebeuren, want dan zal iedereen blijven. Nee, maar wat er dus gebeurt, ik ben zelf islamitisch. Ik probeer van binnenuit de discussie aan te gaan over bepaalde facetten van het geloof die volgens mij niet rijmen met waar ik in geloof. Alleen door lieden, Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders en consorten, kan ik dat geluid niet laten horen aan anderen of mensen ontvangen. Maar waarom kan jij dat geluid niet laten horen? Nou, omdat er wordt gezegd, net zoals Bush dat zei, you're with us or against us. Die mensen, die kleine groepering, die heel extremistisch is, die zegt van nou, als je dat soort dingen zegt, dan hoor je bij de groep Theo van Gogh. Ik weet dat je heel veel aandacht wil, maar ik wil even nu aandacht. Het feit dat je islam een achterlijke cultuur noemt, ten eerste meneer van Gogh, islam is geen cultuur. Islam is een geloof. Ja? U weet het beter natuurlijk. Ik ben 25 jaar praktiserend moslim. En meneer Van Gogh die pas 5 jaar geleden dacht dat islam een mooi onderwerp is om in media te komen. En een beetje aandacht te krijgen. Dan gaat het een beetje roepen in het mensen en zo. Vooral tijdens de verkiezingen en shit. Worden we allemaal bij elkaar geleid door.